Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, we gaan aankomend weekend weer 4 kermissen gaan we doen. En ditmaal een beetje in de buurt van de Bollenstreek. En Noord-Holland. Ja, die Bollenstreek, ja, Ricardo. Weer vlakbij Leiden in de buurt, hè. Ik zou daar niet meer in die buurt komen. Maar ja, oké. We gaan toch kijken. Misschien zijn deze kermissen wel leuk. Dus ja, het is ook wat Ricard zei. Ricardo die zei het eigenlijk heel erg goed, zei hij het. Het is een momentopname. Als jij net toevallig op een kermis bent en je hebt een rot publiek. En een beetje van die zeikers. Dan is de video ook gelijk minder leuk en minder gezellig. En dan krijg je net zoals in Leiden van zulke soort excessen krijg je dan. Dus dat is wel heel erg jammer is dat. Maar ik heb in ieder geval heel veel zin in. Als het goed is gaat Joost ook mee. Eindelijk eens een keertje dat Joost meegaat. Vind ik wel ontzettend leuk. Want die was alweer een tijdje was al niet meer mee geweest. Dus in ieder geval vol lof. En we gaan er een hele leuke dag weer van maken. Of avond van maken. Want we gaan... Voor mij liggen die plekken best wel bij elkaar. Een beetje uit de buurt. Dus we gaan het in ieder geval van zien. Jullie kunnen hierna weer 4 kermisvlogs zien. Zoals jullie elke keer overladen worden met kermisvideo's. Momenteel echt heel veel kermisvideo's. Ik wil nog een keer gaan wandelen. Ik wil nog een keertje eens even wat anders opnemen. Maar de zaterdagen zijn gewoon gereserveerd voor de kermis. Dat weten jullie. De kermis is zo ontzettend leuk. Brengt ook heel veel nieuwe kijkers. Brengt ook heel veel kijktijd op. Dus ik vind het gewoon leuke kermissen. Maar ik wil ook nog eens een keertje weer een keer wat anders gaan opnemen. Ik ga nog een keertje filmen. En... dan ga ik gewoon weer een wandelingetje doen. Want het is al een hele tijd geleden dat ik dat gedaan heb. Ik ben pas een paar dagen vrij geweest. Maar toen had ik eigenlijk meer zin om bij te komen. En ze zouden dus een reparatie doen in mijn huis. Nou, dat hebben ze inmiddels gedaan. Maar weer niet goed. Dus ik kan aanstaande maandag kan ik weer gaan lopen bellen. Om dat te laten repareren. Het zijn ook echt een stelletje... Klunzen daar zo bij de woonbron. Echt ongelooflijk. Wat een belachelijke woningstichting is dat. Daarom zeg ik ook van joh. Ik scheld niet zomaar. Hè. Het is al een hele tijd een opeenstapeling van fouten wat ze maken. Ja, het is echt. Wordt er een beetje moe van die woonbron. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken. Dit is even een heel kort vlogje eventjes. Maar dan weten jullie dat er weer 4 kermissen aankomen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En ik spreek jullie allemaal. Ja, ik kan ook eigenlijk net zo goed zeggen welke kermissen het zijn. Want Ricardo is altijd sneller als mij. Dus wil je echt weten waar ik geweest ben, moet je even op RVL 1993 0181 kijken. Dan kan je alvast zien. Dan zeg jij altijd tegen me, ja je moet niet spoileren. Maar de meeste kijkers hier op mijn kanaal, die kijken ook op RVL. Dus ja, je weet dan precies wat voor kermis het zijn. En mijn vrienden die weten het toch sowieso, want ik plaats altijd op Facebook foto's ervan waar ik geweest ben. Dus dan kan je wel een beetje raaien waar ik geweest ben. Dus ja, het is een beetje, Ricardo is gewoon sneller als mij. Ik doe er altijd wat langer over. Ik heb natuurlijk wat meer vlogs heb ik dan alleen kermissen. Ik heb ook praatvideo's toch nog. Ik zou ermee stoppen, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik heb niet echt commentaar gehad of zo van joh, stop ermee of zo. Of ze moeten blijven. Ik heb jullie niet gehoord. Dus ik ga gewoon verder lekker met praten. Praatvideo's maken. Maar natuurlijk ook ertussendoor. Natuurlijk hele grote kermisreviews. Wandelingen en nog veel meer.
Ik bedank jullie allemaal, jongens. De groetjes van deze kant. Ik heb Patelli Riedertje al genoemd. Dus abonneer en like. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.